van post heb, wow. Ja, ik begin na te vloggen. Ik heb heel lang in bed gelegen. We zijn zo nog begeleidingen zijn geweest en zo. Maar echt, wow. Ik kreeg dus net een berichtje van Jamila Badou. Ja. En dat is echt wel van wow. Ja, niet zomaar een berichtje aan mensen, laat het even duidelijk zijn. Maar gewoon een berichtje van ze komt. Ze wil naar hier komen, ze wil. En ja, dat is. Ja, dat is wel de persoon eigenlijk waar ik toch wel van opkijk. Ja, niet alleen zij, ook nog de Bellega's en Koetelijf. Maar het feit dat hij naar hier komt samen met Jens is echt wel wauw. Voor wat ze allemaal komen, dat weet ik niet. Dat is, maar de stress is, echt, de stress is echt wel niet normaal. Echt niet, totaal niet. Ja, dat is echt, wow, echt, om te zeggen. En ik weet ook niet hoe laat ze komen, want ik weet geen uur. En ik heb er wel wat stress voor eigenlijk. Ja, dat is zo wat op een kind, dat heb je ook niet, eigenlijk niet in eigen handen, dus als die komen. Hè. Dus als je zelf een video maakt, dan heb je dat wel, maar wow. Ik kan niet meer zeggen wow, want ja, dat zijn wel toppers. Ja, nu kijk ik in de topper bij de Marlijn. Ja, ik besef heel goed wat fans, als je meteen komt, reageren. Hè. Dus, maar echt, dat is niet normaal. Ja, ik kan natuurlijk kan elk moment gaan. Dus, ja, het is echt niet normaal. Wow. Ja. Ik kan nog niet zeggen, ik weet ook niet meer en zo dingen allemaal. Maar, ja, één ding kan ik wel zeggen, het is de echte enige echte, want het zijn de vinkjes. Maar, ja, dat hij mij uitkiest om haar naar video te hebben, is alleen, ja. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, ja. Ik ga die video zien en ik ga zeggen, oh my. Maar ik heb haar één keer ontmoet trouwens. Dat weet ik nog. Dat was toen met een YouTube-evenement in Antwerpen. Daar heb ik haar één keer ontmoet. Daar heb ik een foto van. Dat is ook al een tijdje geleden. Dat het zo'n 4 jaar geleden is. Maar ze hebben dat dan nooit meer georganiseerd. Waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat was heel leuk. En ja. Toen was ik gewoon niet zo weet je van... als BBV's zijn, vloggen. Nu ben ik al meer op te vloggen. Ja, en dan ben ik eens duo live gegaan toen. Ook nog, dat weet ik ook nog, met de ranglijst. Toen met mijn zus. Dan, ja, dan was zij erbij. Voor de rest eigenlijk bijna niet. Maar ik ben wel geabonneerd, dus ik kijk wel heel vaak advies, want ik vind het echt wel leuk. Dus ja, spannend. Heel spannend. Ja. De stress staat op mijn gezicht te lezen. En ik laat het gewoon afkomen. Dus je gaat het voor zelf zien. Dus ja, je ziet het wel. Ja, de bel is gegaan, mensen. De bel is gegaan. Hallo. Nee, Phil. Hallo. Alles goed? Ja. Toch wel een beetje stress. Ja, serieus? Hallo. Alles oké? Ja. Ja, ik zal de deur te doen, hè. Maar ik ga ze veel kleiner in dit, zo. Ja, dat zeggen er veel dat ik kleiner ben. Allee, zeg, we zijn hier. Ja. Ja, we kennen elkaar al lang eigenlijk, hè, maar nooit echt afgesproken, dus... Allee. Zeg, we hebben al één vraag. Ja. De poes. Ja, uw poes. Hoe noemt hij? Kristeltje. Ah, maar dat Kristel Kutje is... Nee, Kristeltje. Maar in uw intro staat Kristel Kutje. Ja, dat is misschien verkeerd geschreven, maar... Ah! Oké. Okay, wij dachten Kristel Kaatje. Snap je, van Kaatje? Van Kaatje. Vroeger nog. Want je hebt die al even, hè? Ja, die heb ik al bijna 10 jaar, die kan. Oké. Okay, dus een schrijfkast. Ik ga zo'n holle druk te maken over een schrijfkast. Ja. Die konijn, wil je die konijn zien? Ja, die zit buiten, of ik weet niet waar die is. Die is gaan lopen. Konijntje. Konijn? Ik zeg het als je ze vindt. Maar zover kan je toch niet zien? Nee, maar ik denk dat die achter dat groen zit of zo. Ik weet het niet waar het die weer uit hangt. Verstopt. Oh, verstopt. Niet. En hoe noemt u konijn? Snuffel? Nee, Muffin. Ah, Muffin. Ja, Snuffel die is gestorven. Oei. Ja, die is al een tijdje gestorven. Echt? Ja. Oei. Hoe is Snuffel gestorven? Ja. Ja,
lang geleden al? Of? Ja, van april. Hallo, je ziet er zo zenuwachtig uit, dat ken ik niet. Ja, voor iemand die elke dag vlogt, toch zenuwachtig voor een camera. Ja. 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 Welke camera gebruik je? Deze. Lumix. Oké, okay, oh, nice. Ja, de vorige is gepikt. Echt? Gepikt? Ja, gepikt. Wat is er gebeurd? Ik was in Antwerpen aan het vloggen en ik leed op de puge van Enzo en die is gepikt. Nee. Ja. Op de Meijer of zo? Ja, in de luswinkel. Kan niet. Welke camera was dat de vorige? Dat was zo'n, ja, zo'n zo lekker hij, maar groter. Ah, die zal naar buiten zijn. Tamla? Ja, die gaat vaak naar buiten. Dus... Christelketje! Oh, dat is kettelhuisje, dat gaat hier niet in dingen of hè? Ja, die, wou, die hebben dat zelf gemaakt, dus ik dacht oké, okay, dan kunnen ze naar buiten, anders dan moet je elke keer opstaan. Dat niet open doen. Ja. Ja. En dat is wel gemakkelijk, je zet het raam open en ze gaan gewoon naar buiten. Zeg, als er die mensen komen eten, dan heb ik wel wat plaats om te zitten precies, hè? Dat doen de mensen dat hier komen volgens mij. Ja. Er zit niet veel logica in, die stoot tegen de muur, maar goed. Zoveel mensen zijn er hier nou ook niet op deze moment. Nee. En dan wordt de tafel goed verschoven en dan kan iedereen aan de tafel. Ah, alles, ja. Dus... Ja. Allee, jong, zeg. Ja. Dus u is in het echte, ja. We kijken altijd uw vlog. Allee, niet alles, maar we kijken wel vaak. Ja, ik ook. Ja, maar we doen zo... Pakt één keer in de week pakken we zo een paar vlogs dat we in één keer achter elkaar kijken. Ja. En vind je het goed? Ja, tuurlijk. Ja, de laatste dat we gezien hebben was van... Zomerhits, denk ik. Ja, dat was de beste. Die is ook het best bekeken van allemaal. Ja. En je bent ook gebeterd in je editen, want vroeger dan, ja, was alles aan één stuk. Ja. Jij knipte nooit nergens in. Ik wist niet dat moest. Met dat programma ging dat ook gewoon niet. Ja. Dus dat lukte gewoon niet. Dus ja, met dat programma. Maar nu lukt dat wel. Door dat nieuwe programma dat ik nu heb. Dus, wat gebruikte? Dat zal. Ja. Het was super gezellig. Het was super gezellig, guys. Wij gaan vertrekken. Ja. Het was leuk. En we houden trouwens van uw haar. Ja, ja. Mooie kleur. Binnenkort is er een andere kleur. Ja, welke kleur? Groen. Groen? Oeh, spicy. Allee, normaal gezien als het in de winkel is. Hè. Als het in de winkel is, dan wordt het groen. Ja. Het moest nu ook groen zijn, maar dat had ze toen. Het ziet er goed uit. En dan blijft goed zitten, die kleuren. Maar ja. Ja. Ja, mooi. Goed, guys. Yes. Adioskes. Doei, doei. Ah, jij daar allemaal, met sleutel. Ja. Allee, Sil, merci dat we mochten binnenspringen. Dat is graag gedaan. Het was tof om... Ja, het was eigenlijk een beetje een droom, hè, om jullie binnen te zien. Goed. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Waar staan je daar? Da-da. Doei. Dag. Oh my god. Dat is echt zo... Ja, dat is echt super gewoon weg om die te ontmoeten eigenlijk. Ik heb ze al eens ontmoet op de YouTube, dat noem ik toen niet zo, maar ja, ik weet het raar niet. Maar nu was toen, dat vlogden wij ook al, maar toen hebben we dat niet gevlogd, denk ik. Ik weet dat niet. Maar het is wel leuk. En het konijn zit inderdaad daar, ja, de kat wilde ze graag zien. Maar de kat, ja, dat is zo, die is mensenschuw. Ik zit met verpletter, hè. Want normaal loop ik dus niet in een t-shirt, mensen, maar ja, als die komt, moet je wel. En daar zit ze dan, het konijn zit, ja. Het konijn, muffin. Ik denk dat ik. Dat ik nu een paar mensen een verslag moet geven. Ik denk dat er een paar mensen. Maar, wat is dat allemaal gezegd? Dat heb je allemaal gedaan. Ja, iedereen weet het als ze kwamen. Dus ik denk dat er wel een paar mensen kruisen nu zijn. Ik zou een groepgesprek moeten aanvragen. Dus ja, maar de kat is. We zullen eens kijken waar die kat is. Momenteel. Ik denk dat hij naar boven is gegaan terug. Dus ja, je moet zeker aan YouTube. Je ziet dat ik niet val, hè? Een YouTube-kanaal bekijken, sowieso. Ik kijk daar ook altijd op elke dag. Trouwens, het is niet omdat ik niet reageer, niet kijk. Waar is de kat? De kat. De kat is gaan lopen, denk ik. Ik heb trouwens zo'n pose en ik wil die heel graag hier hangen, zo van K3. Dus hier zo hangen. Hier zo. Wil ik die heel graag hangen. Dus ja, door het is een storm nu momenteel, is het een beetje terug opnieuw alles beleven. Naast, ja, van in, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, ja, 7 maanden. Okay. 7 maanden geen storm te hebben, kan ik u verzekeren dat het toch wel gek doet om nu wel een storm te hebben. Iedereen is altijd bezig, oh, die gordijn.
van er zijn ballons. Ik zie hier nooit geen ballons, ik weet niet hoe dat komt, maar dat ik geen ballons zie, ik weet dat niet. Iedereen heeft er altijd over, er zijn ballons op de grote markt. Ja, totdat ik ga kijken misschien. Maar kom. Maar het was wel super leuk eigenlijk. Het was heel leuk om, ja, om haar te ontmoeten eigenlijk. Dat is echt een super dame. Dus ik zal de link hier even onder plaatsen, dan kun je haar volgen. Dus het was wel super leuk eigenlijk. Het is echt wel zweten. Ik had zes, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik weet ook, wauw, een kutje van, dat komt allemaal wel in de chakors. Dus nu ga ik een verslag moeten geven aan iedereen. Dat gaan we ook doen. Binnenkort koop ik een goede staande voor deze camera. En wat ik ook nog moet hebben, mensen, dat hebben we misschien wel gezien in de vlog van de zee. Zo'n wind dingetje. Ik weet niet wat dat kost. Eigenlijk wat we nu eens kunnen gaan kijken in de... Ja, met een phone of zo. Nee, ik kan dat niet doen. Ik ga dat morgen doen. Maar